Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ik ga er weinig over zeggen. Maar ik neem jullie mee op een ritje binnenland. Dus het is donderdagmorgen. 5 uur. We staan op de zaak. Ik ga mijn trailer aankoppelen en we gaan richting Wierde. Dan heb ik nog een paar klantjes om te lossen. En wat terugladertjes. Dus nou, ik neem jullie gezellig mee. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. En ik lees de reacties weer wel.
ik ben waar ik moet zijn. Alleen waar ze hier gaan lossen, ik heb geen flauw idee. Maar ja, het is ook nog geen 8 uur. Dus ja, ik ga me zo wel aanmelden en dan hoor ik het wel wat we gaan doen. Even aankomst. Zo. Dus ja, tot zo, denk ik. Nou, ik heb me even aangemeld. En hiernaast is een plein. Als ik, ja, het makkelijkste is om hem daar weg te zetten, denk ik. Maar ik weet natuurlijk ook niet, ik heb vanmorgen wel gekeken in die trailer. Maar er staan een grote pallet en een kist achterop. Dus ik kon niet in heel de trailer kijken. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe dat het erin staat. Ik zeg, ja, het makkelijkste is hiernaast waarschijnlijk. Dan kan ik hem mooi in het midden ergens wegzetten. En aan twee kanten opengooien waarschijnlijk. En dan gaat het goed komen. Zo! Nou ja, dat is right. Jullie zagen dat er een aantal spullen achter stonden. Ja, dat heeft gewoon mee te maken dat die vracht die erin zat, die ik dus net gelost heb, die zat waarschijnlijk al in deze trailer. Dus dat hebben ze lekker laten zitten. En de volgende klanten erachter gezet. Maar dat is vrij zwaar spul. Dus gelukkig hebben ze er ook een pompwagen ingezet. Zodat ik dus even de spullen gewoon ervoor heb kunnen zetten. Nou hoef ik er niet heel ver mee. Maar ja, ik heb ook 6 pallets bij glasbaai. Als ik één keer moet remmen, dan kan ik gelijk naar de glasbak. Dus ik heb ze netjes allemaal tegen elkaar al staan voor op de kop. Dus ja, in principe kan er weinig mee gebeuren. Dus we gaan nu naar Vroomshoop.
Jij moet het lossen? Ik moet hier lossen, ja. Ga je hem erin of? Ik ga hem er achteruit op, ja. Nou, ik heb me even aangemeld, tenminste, ik was die man even aan het zoeken. En ik liep aan de ene kant van het gebouw en die man liep aan de andere kant van het gebouw naar mij te zoeken. Dus. Maar of dat ik de auto iets verder het terrein op wilde zetten. Omdat het, het is ten eerste is het glaswerk wat hogere pallets. Dus, ja. Het weggetje hier zo naar achteren toe is niet heel erg stabiel. En als je met die heftruck daar gaat rijden, dan heb je natuurlijk ook kans dat het omvalt. Ja, dat willen we allebei niet. Dus ik ga even proberen om die auto iets verder erop te zetten. Is gelost. We gaan nu naar Markelo. Ja, dat ligt dan weer aan de onderkant van Rijssen. Dan gaan we de laatste eruit gooien. Dus ja, snel die kant op.
Zo, die kar is leeg. Dus dat ging perfect. Nu gaan we naar Tiel. Om daar de eerste klant te lossen. Laden. Als het kar leeg is, moeten we laden. Als het kar vol is, moeten we lossen. Dus dat. Dat gaan we regelen. Het is niet zo'n heel groot bedrijf, maar het staat heel snel vol als er 1, 2, 3, 4, 5, 6 vrachtwagens op het terrein staan. Even kijken want iemand moet ergens zijn, maar ik Oh ja. Ik zeg, ik zie die naam helemaal nergens staan. Er staan allerlei andere namen op de panden, maar even kijken, kan ik daar langs? Kan wel. 5 voor 12. Ik kan me eigenlijk even gaan melden. Hoor ik het wel wat hij zegt. Nou, hij moet ze nog even pikken. Maar daarna gaat hij ze laden, dus. Maar ik kan hier niet naar binnen toe. Dus ja. Beetje lastig. Maar dat is niet anders. Hij zegt, je merkt het vanzelf wel als ik ga laden. Oké. Dat viel alles mooi. Het is 10 voor half 1 en het zit er gewoon in. Dus top. En nu naar de volgende. Die zit wel even 1 hele kilometers hier vandaan. En dat is het voordeel bij zo'n auto. Als je hem in zijn versnelling zet, dan vertrek je ook. Dus de volgende is bij een transporteur. Dus nou, dat is prima. En deze wat ik nu geladen heb, die zitten ook in Geldermalsen en daar moet ik straks ook nog even naartoe. Die hebben daar ook nog 1 pallet voor me staan. Ja, prima. En dan zal ik wel gaan bellen, want ik denk dat er dan nog genoeg bij kan.
Ja, dus ik heb de papieren en we gaan naar de laatste. Tenminste, voorlopig de laatste. Dat is maar één pelletje ook, dus ja. Daar kan ik ook weer niet filmen. Het ziet niet op zo eigenlijk. Ja, ze krijgen wel lekker veel die DAF in beeld, dus ja, dat is ook leuk. Dus, we gaan die kant maar op. Nou, we gaan voor het dokkie. Even aangemeld en prima, zet hem maar voor. Goed zo. De deur is even open gedaan, dat is altijd wel een dingetje. Ik heb even gebeld onder het van het terrein afrijden bij deze kant en we gaan naar Scheluinen. Ja, daar hebben wij twee klanten dat ik sowieso weet. Ja, ik zal hem dadelijk op binnen krijgen en dan moeten we ook nog even het een en het ander gaan laden, dus nou prima, gaan we dat doen. Thank you.
Nou, ik heb even gebeld en we gaan naar Dordrecht. Naar onze collega bedrijf. DKJ, die op Noorwegen rijden, Scandinavië. En dan moet ik ook nog iets gaan laden. Ik weet alleen nog niet wat. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Dat zien hun, of weten hun wel. En ik zie dat al binnenkomen op mijn boordcomputer. Dus dan gaan we die kant op. Zo komt de dag goed vol. En de auto ook. Dus dat is... Dat is helemaal prima geregeld. Dat zit er ook in en vast. Dan gaan we nog naar de zak. Als ik hier wegkom, dan kom ik hier al weg.
Zo mensen, nou ik ben klaar met mijn ritje. Er is ook verder niks meer te doen nu. Alles is gedaan qua werk. Dus nou, er staan nog een aantal andere collega's die op tijd thuis waren. En ja, ik ga hier de vlog sluiten. Dus nou ja, ik hoop ik, dat jullie in ieder geval weer leuke dingen hebben gezien. En nou, ik zou zeggen, een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!